Wij organiseren op 20 september een open dag, een badminton open dag. Waarin wij mensen uitnodigen om kennis te komen maken met badminton en met de vereniging de Smashing Fellows. Het vindt plaats in onze vaste locatie waar ook de vereniging de Vrije Avonden speelt. En dat is tennis- en badmintoncentrum Ketelhagen in Schiedam-Noord gelegen. Dat is onze vaste locatie ook waar we gewoon normaal gesproken onze vrije speelavonden hebben. En we nodigen iedereen uit om daar naartoe te komen. We zijn in Schiedam gevestigd, maar we hebben leden uit Schiedam en omstreken. Wij bestaan al bijna 60 jaar en onze oorsprong ligt in het Schiedamse. We hebben verschillende locaties gezeten, Margriethal, andere plekken nog in Schiedam. En we zijn nu sinds ruim 20 jaar bij Ketelhagen actief. En de verwachting is ook dat de komende tijd, ondanks de A4, onze locatie blijft voor de komende 5 tot 10 jaar. Dus een hele lange tijd. Oude leden, jonge leden? We hebben inderdaad een ledenbestand op begin bij 8 jaar. Dus dat zijn echt de kleinste. Die hebben voor het eerst oog-handcoördinatie en die kunnen dan lid worden bij ons. En onze oudste leden zijn in de 70. En daartussen zit eigenlijk in elke leeftijd zitten genoeg spelers. Dus we hebben geen gat of zo ergens waarin we leeftijd mensen missen. En dat is ook denk ik het voordeel van onze club. Iedereen die bij ons terechtkomt, die vindt al vrij snel in ieder geval leeftijdsgenoten. En eigenlijk altijd ook niveaugenoten, om het zo te zeggen. Ja. We hebben 140 leden, waarvan 40 jeugdleden en 100 seniorleden. We zijn een kleine groei die we elk jaar doormaken van ongeveer 5 tot 10 leden. Dat is ook wel een voordeel. Dat betekent ook dat nieuwe leden zich vaak al sneller thuis voelen, omdat ze meestal niet alleen zijn. Er komen met een aantal mensen tegelijkertijd en dan heb je meteen een aantal spelers die een beetje hetzelfde lot hebben als jij. En die worden door ons goed opgevangen. Het is ook een heel groot sociaal gebeuren. Het is een vereniging. Wij zijn ook wel een vereniging die het verenigingswezen ook hoog in het vaandel heeft. Dat betekent niet dat je allerlei verplichtingen hebt. Zo is bijvoorbeeld geen bardienst of iets dergelijks. Je hebt bij ons eigenlijk geen enkele verplichting behalve lekker komen spelen. Alleen wat we wel stimuleren, en dat gaat soms vanzelf en soms vanuit de organisatie, is echt het samenspelen. Dus de wat betere spelers spelen ook regelmatig met de wat mindere spelers. Het is niet zo dat er alleen maar vaste kliekjes zijn. Er wordt heel veel gehusteld en dat maakt het juist leuk voor verschillende leeftijden, maar ook voor verschillende niveaus. En dat dan, vind ik wel belangrijk om het te noemen, gecombineerd met dat je ook zeker als jij dat wil een hele avond met kennis, vrienden op één baan kunt blijven staan. Dat is echt niet ergens al een keer gebeurd. Dat vinden we juist ook goed om te zien. Maar ook genoeg ruimte om te variëren en met andere mensen te spelen. Tijdens de open dag, die is van 2 tot 5, gaan we een groot gedeelte besteden aan een clinic. Er komt een international van het Nederland Badminton Team, Jelle Maas. Die komt een clinic geven. Jelle die is Nederlands kampioen heren dubbel, tweevoudig. Is een enthousiaste, redelijk jonge vent in de 20. En die gaat de clinic geven waar je aan mee kunt doen. Hij zal ook wat demonstraties geven. Je kunt tegen hem spelen. En hij richt het zo in dat het voor jong en oud is. Dus je zal gelijktijdig met 8-jarige, 20-jarige, 30-jarige, 40-jarige op de baan staan. En Jelle zal je en oefeningetjes laten doen, maar ook laten zien hoe snel badminton bijvoorbeeld kan zijn. En hoe een smash van 300 km per uur eruit ziet. Of hoe het sprinten op de baan gaat, hoe snel je kan bewegen over de baan. Dus het is een combinatie van demonstreren en actief meedoen. Het enige wat echt vereist is dat je sportkleding hebt en indoor sportschoenen. Zodat je goed op de vloer kunt aantreden. Voor de rest hebben wij alles voor. Shuttles, rackets, dat is voldoende aanwezig. Dus je kunt vrij laagdrempelig gewoon langskomen en dan zorgen we dat het een leuke middag wordt. Ja. Dan ben ik heel enthousiast geworden. En dan denk ik van, ik ga dat ook doen. En dan zijn de trainingsavonden. Hoe ziet zo'n competitie of zo'n jaar eruit? Ons jaar loopt van september tot en met mei. En daar spelen wij elke dinsdag en vrijdagavond. De jeugd speelt van 7 tot 8, een uur. Daarin krijgen ze altijd begeleiding van een trainer. En soms ook van begeleiders gewoon vanuit de club. En de senioren spelen dezelfde avond, dinsdag en vrijdagavond, van 8 tot 11. En daarin is er altijd ruimte om vrij te spelen, maar ook de mogelijkheid om trainingen te volgen. Een competitietraining, die is op de vrijdag of de dinsdag. De competitietraining is op de dinsdagavond en van 8 tot ongeveer 9:30. En op vrijdagavond hebben we recreanttraining en dat is tevens een opstaptraining. Waarbij je bijvoorbeeld als nieuw lid
geïntroduceerd wordt in de basistechnieken, maar ook meteen ja, een groep spelers leert kennen. Want er zitten ook gewoon bestaande leden in die recreantentraining volgen. En dus ook op het sociale gebied meteen een opstap hebt om kennis te maken met de club en met een aantal mensen. En die training is dus op vrijdagavond. De website is bctsf.nl. Daar is inderdaad alle informatie te vinden over trainingen, evenementen. Ook bijvoorbeeld wanneer er zogenaamde hustelavonden zijn. Dat zijn avonden waarop niet jij zelf bepaalt met wie je speelt, maar bijvoorbeeld ik de kaartjes ophang, om het zo te zeggen. En zorg dat je ergens ingedraaid wordt. Ja. Nou, noem dan nog een keer, wanneer is het allemaal en waar moeten we exact wezen? Het is zaterdag 20 september van 2 tot 5 uur bij het Tennis- en Badmintoncentrum Ketelhagen op de Zoomweg 4. En leuk om te melden is, het is niet alleen sportief, we sluiten ook af met een lekkere borrel in de kantine van Ketelhagen.